Goedemorgen, middag of avond en welkom bij alweer een nieuwe video op mijn kanaal Koning Voetbal. Zoals beloofd gaan we vandaag verder met de career mode. We zijn aan het einde van het seizoen gekomen, dus het gaat nu echt wel om de knikkers. We spelen binnenkort de halve finales van de Champions League. We spelen ook de play-offs waar we 7 punten voorsprong hebben op de tweede. En vandaag de bekerfinale van de Beker van België tegen Sint-Truiden. Dit is de kalender voor de komende periode. We gaan eerst thuis spelen tegen Gent, dan de Beker van België en dan uit tegen Standaard. Deze drie wedstrijden gaan we vandaag doen. We gaan ook in deze aflevering te weten komen, denk ik, wie onze tegenstander wordt in de Champions League. Dus daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Jullie kunnen zien, we hebben 7 punten voorsprong op de tweede, dus Antwerp. En AA Gent heeft eigenlijk evenveel punten. Dus als we vandaag kunnen winnen tegen Gent, dan ziet het er toch wel zeer goed uit. 7 punten voorsprong dus, dat is beste moeite. Als je weet dat er maar 6 wedstrijden gespeeld worden. Maar je weet natuurlijk nooit. Club heeft dit seizoen ook meegemaakt. De tegenstanders kunnen nog heel dicht komen. Berichtje van Keita Baldi. Ik ben de laatste tijd heel goed in vorm. Wel, dat hebben we gemerkt. Je zal zeker spelen de komende tijd. Daar hoef je niet mee in te zitten. We kregen prijzengeld toernooi. 10 miljoen, of had ik dat in de vorige aflevering al gezegd? Ik denk het niet, ik weet het niet meer zo heel goed. En we zien ook dat we op onze doelstellingen, dat we daar goed bezig zijn. We moeten natuurlijk nog die verdedigers weten te vinden in onze jeugdafdeling. We gaan eens even kijken hoe het daar precies zit voor we aan die wedstrijd tegen Gent beginnen. We gaan alle wedstrijden vandaag traag simuleren. We hebben hier een scoutverslag, maar als ik het goed door had, waren dat vooral waren de Brazilianen de aanvallers. Oh, wat heb ik net gedaan? Oké, ik heb die scout teruggehaald. Was totaal niet de bedoeling, was misklikt. Bon, we gaan verder. Persconferentie tegen Gent en dan gaan we de eerste wedstrijd van vandaag spelen. Alright, ik zag hier al meteen dat de eerste wedstrijd van de playoffs al gespeeld is. Daarin heeft Antwerp gewonnen tegen Standaar. Dus Standaar, of Antwerp liever, komt daar toch al op 4 punten van ons. Zie je, zo werken playoffs. Kan opeens heel snel gaan. Dus benieuwd wat we hier kunnen doen. Ik heb gemerkt van de commentaren van de vorige aflevering dat jullie het leuk vinden dat ik niet knip in de verslagen. Dus we gaan de wedstrijd Club tegen AA Gent volledig spelen zonder in te knippen. Gent speelt met Hits, Castromontes, Godot, Ancho, Rice, Smith, Marais, Dorsch, Osman, Kleindienst en Jansson. Wij spelen met ons A-team. Het A-team zal misschien wat overbelast worden de komende tijd. Straks de bekerfinale tegen Sint-Truiden is de volgende match. Dus misschien kunnen we hier toch wel een aantal sleutelspelers laten rusten. Maar de titel is even belangrijk als de beker. Dus het is heel moeilijk om daar keuzes in te maken. En straks komen ook nog die halve finales van de Champions League. Dus heel moeilijke keuzes voor ons als coach om te maken. Maar laten we vooral beginnen met deze wedstrijd. Thijs tegen AA Gent, de eerste wedstrijd van de playoffs. Als we deze winnen, zetten we toch al meteen een serieuze stap richting de titel. Balanta. Kan niet Dennis vinden, nee. Het kan zijn dat er soms wat stiltes vallen natuurlijk in deze verslag. Je kan die ook niet helemaal volpraten. Maar we zien hier wel Keita Baldi. Die wou per se spelen en forceert ook iets. Promise. Terug naar Balanta. Vindt Openda op links. Oh, die dribbelt. Prachtig. Openda probeerde iets, maar ziet de bal in corner verdwijnen. Of een doeltrap. Oké, blijkbaar doeltrap. Geen corner voor Eder Balanta. Gent komt nu via de linkerflank. Nummer 2, dat is Reis. Probeert daar Matta te dribbelen. Is niet simpel. Gent blijft aan de bal, maar onderschepping door de verdedigers van Club. Kunnen we eens een aanval op poten zetten? Lange bal op Openda, die kopt hem door. Daar is Jamie Vardy! Jamie Vardy, al na 27 minuten. Is het alweer prijs? Schitterend doorgekopt door Louis Openda, dat kan hij dus ook. En een goed binnengetikt van Vardy, hoor. Efficiënt weer al meteen. Eerste kans, eerste goal. Goh, niet meer, niet minder. Alleen voor doel mist hij die niet. Dat weten we eigenlijk al ondertussen. Maar wat een bal. Eerst naar Openda, doorgekopt. En Vardy trapt hem binnen. Uit het boekje. Een aanval uit het boekje. Schitterend gedaan van de jongens. Kunnen we snel een tweede scoren? Dat zouden we natuurlijk graag zien gebeuren. Promes dribbelt in. Promes, wat een actie. Maar wordt daar onderschept.
Oh, wat had dat geweest als hij vandaar gewoon gedribbeld had. Promes, mag ik nog eens proberen? Krijgen we een penalty? Krijgen we een penalty? Ja, Jamie Vardy mag voor zijn tweede tekenen. Jamie Vardy tegenover Hits. Kan hij hem binnen trappen? Nee, je mist! Vardy mist opnieuw een penalty. Dit is niet meer de eerste, denk ik. Misschien moeten we daar toch eens naar kijken. Kijken naar de herneming. Openda afgeblokt. Mechelen. Opnieuw naar Openda. Promes. We gaan rusten, denk ik. Of krijgen we nog een kansje? Openda? Nee, die komt er niet meer van. Maar dat is geen 2-0. Dat was ideaal geweest. We gaan Openda even wisselen. De Ketelaere komt erin. En we gaan Promes nog even laten spelen. Hij is een gevaarlijke man. Kom maar, jongens. Snel die tweede goal. Geen puntenverlies hier tegen Gent. Niet zoals vorig jaar, waar op het einde van het seizoen nog redelijk wat vergooid hebben. Dit keer wil ik alles. Ik wil de dubbel. De titel en de beker. De Champions League, daar moeten we niet meer... Moeten we realistisch in zijn. De volgende ronde gaan we echt wel een klepper tegenkomen. Al was Juventus ook wel een klepper. Oeh, kans voor agenten. Mignolet met een save. Wat een save. En op de counter. Promes. Naar Keita. Balde Diao. Wat een sleutelmoment. Op Sporza kan je dat altijd lezen. Sleutelmoment. Hier, Mignolet aan de ene kant maakt een wereldsave. En aan de andere kant, Keita Balde, die zo mooi gevraagd had of hij mocht spelen, schiet die bal gewoon binnen. En 2-0, levensbelangrijke wedstrijd. Levensbelangrijke doelpunt in deze levensbelangrijke wedstrijd. Zo is het. Maar wat een snelle omschakeling van de jongens. Die snelheid van voor, daar profiteren we toch optimaal van. En terwijl agent daar probeert... Oh, wat van de bal. Die man durft niet te schieten, nummer 22. Terwijl ze in de cornervlak zitten, ga ik even kijken naar het teammanagement. Balanta gaan we eraf halen voor Holzhauser. Promes gaan we eraf halen voor Schrijvers. En we gaan toch nog gebruiken deze periode. We hebben hem nodig. Ook al vertrekt hij jammer genoeg aan het einde van het seizoen. Siebe Schrijvers mag toch nog spelen voor ons. 2-0. Kans nu voor agent. Aan de rand van de 16. Sobol zit ertussen. Dan Vardy. Kunnen we weer een counter op poten zetten. De Ketelaere nu. Promes. Vardy. Dennis. Balanta. Kan hij eens scoren? Dennis. Vindt Promes. Vindt de Ketelaere. Vindt Dennis. Oh, de combinatie. De mannen van Gent. Volledig uitgespeeld daarachterin. Maar jammer genoeg net niet die beslissende tik. Dat beslissende schot. Om die 3-0 op het bord te zetten. Nu misschien. Met Promes. De Ketelaere. Sobol. De Ketelaere. Kan hij hem voorgeven? Nee. Kies niet voor die voorzet. Zo krijgt Gent nog een kans, denk ik. Maar toch niet. Want mooi verdedigd opnieuw. Keita naar Mata. En dan moet hij hem gewoon rustig bijhouden. Deze wedstrijd is binnen. Eerste hele belangrijke wedstrijd. Winnen we met 2-0. Goals van Vardy en Keita Balde. Ondanks die gemiste penalty van Vardy. Toch een goed resultaat voor de jongens. 2-0. Perfect, perfect. Dat zien we heel graag gebeuren. Oké, we kregen een berichtje van Van de Keibus dat hij niet tevreden is over zijn loon. En zo'n jonge man willen we toch graag binnen het team houden. Dus we gaan Van de Keibus even aanspreken. Of misschien gaan we dit zelf delegeren. Verlenging delegeren. Hoeveel verdient hij nu? Dat is wel belangrijk. Staat dat hierbij? Ja, dan moeten we natuurlijk naar financieel. Verdient nu 3k per week. Is 1 miljoen waard. Oké, misschien moeten we toch van de Keibus wat meer werk maken. We gaan het salarisbod beginnen op 5000 en we gaan niet hoger dan 8. Hopelijk... Oké, hier geven we meteen een bericht. Wil een kandidaat worden... 3 jaar, 5000 salaris. We gaan dat gewoon accepteren. We moeten een jongeman van club tevreden houden. Oké, en dan is het zover. De beker van België komt eraan. Eerst en vooral komen we... krijgen we een berichtje van Verhagen, de scout. En moeten we terug naar Van de Keibus om dit even rond te krijgen. Voilà. Oké, vlug een persconferentie en dan gaan we de bekerfinale spelen tegen Sint-Truiden. Ziezo, dat is gedaan.
We gaan toch even kijken naar het teammanagement, hoe het zit met de fitheid van de jongens. Misschien moeten we daar toch een aantal spelers even rust geven. Dit is het B-team, dit is het A-team. We zien daar Promes op in, maar iedereen lijkt voorlopig goed hersteld. En het gaat hier natuurlijk om een prijs. Dan gaan we misschien de mannen tegen Standaard ietsje meer rust geven. We gaan toch opnieuw met ons A-team spelen en traag simuleren, zo is het. Oké, Sint-Truiden speelt met Daniel, Sancon, Boatou, Garcia, Tena, Kofrié, Kachache. Geen idee hoe die naam uitspreekt. Durkin, Colombato, Stolze, Filipov en Juma. Kom aan jongens, de eerste prijs van het seizoen. In het Koning Boudewijn Stadion tegen Sint-Truiden, die onverwachts in de finale staan natuurlijk. We gaan het zien, we gaan het zien. Balanta, meteen een onderschepping naar Vardy. Oh, ik kon misschien iets meer mee gedaan en we doen het op een tragere manier. Dennis, naar Vardy. Sorry jongens. Ik zeg absoluut niets meer, want hoe dat we deze bal hier afmaken. Ongelooflijk. Keita, Balde, Diao, al meteen met de 0-1 is het. Prachtige aanval alweer. Die mannen van voor vinden elkaar blindelings. We zouden toch geen moeite moeten hebben met dit Sint-Truiden om de beker binnen te halen. Net gewonnen tegen Gent met 2-0. Voilà, Balanta zit er weer tussen. Die nummer 5, wie is het? Colombato heeft het niet simpel hoor. Daar is hij opnieuw. Weer Balanta ertussen. Maar was al buitenspel gefloten. Dennis is goed afgelegd, Balanta. Mechelen, goed opbouwen, rustig van achteruit. Openda. Vardy, zo, Dennis maar net niet gevonden. Zetten goed druk, de jongens. Voilà, opnieuw balverlies bij Sint-Truiden. We zijn gewoon de betere ploeg. Valt niets op af te dingen. Nu Alpet op de linkerflank. Opnieuw die Colombato. Is nogthans een gevaarlijke speler. Moet het weer tegen Balanta opnemen. Ga er maar aan staan. Goeie bal nu wel. Goeie combinatie met nummer 13. Dat is Kachache. Maar komt niet tot een schot. Moet zo snel mogelijk die 2-0 maken, jongens. Vardy komt met een gelukje tot bij Openda. Openda komt naar binnen. Geeft hem aan Promes. Terug naar Openda. Dennis Openda. Kan hij schieten? Wat een redding. Daniel mag zich daar meteen onderscheiden. Kopbal van de Mata gaat over. Kleine belegering zo net voor rust. Twee grote kansen net naar elkaar. En Sint-Truiden aan de overkant komt er helemaal niet uit. We zijn baas in dit spel. In deze wedstrijd. Openda, krijgen we nog een kans? Nee, we gaan meteen door. Belangrijk om die 1-1 niet te slikken. Ja, dat is een cliché natuurlijk. Dat is heel simpel. Maar het ziet er toch naar uit dat we de beker hier gaan meenemen. Dan ga ik proberen opnieuw net voor het einde in te grijpen om die wedstrijd uit te spelen. Dus liever met een 2-0 voorsprong. Maar mensen die al ietsje langer de serie volgen, die weten wat er kan gebeuren als ik hier opeens ingrijp. Dan kan er een reuze kans ontstaan. Nu eerst even opletten in de 16. Sint-Truiden, kan Vardy diep gestort worden? Nee. Net niet, maar we doen het weer rustig. We weten wat dat daar pas heeft opgeleverd. Vardy zocht Keita Balde Diao in de 16. Net niet gevonden. Diepe bal nu. Op het nummer 9, maar loopt Mata er maar eens af. Dat zijn er niet veel gegeven om dat te doen. Dennis. Vente. Keita Balde. Dennis. Ah, Promes, probeer hem nog af te leggen. Terwijl je zelf al eens mocht proberen. Ietsje te altruïstisch van Quincy Promes daar in de 16. En we gaan even naar het teammanagement kijken. Oké, we gaan Promes er sowieso afhalen. Kunnen we daar de ketelaren plaatsen? Ja. Of ga opnieuw Schrijvers uitspelen. En dan ook Holzhauser. Het zijn een beetje de go-to wissels de laatste tijd. Maar ze hebben al gerendeerd, dus waarom niet? Kom maar, jongens. Verstandig zijn nu. Die tweede maken en uitspelen. Promes. Naar Vardy. Kan niet terug. Vindt Balanta. Promes nu dan. In twee keer. Quincy Promes. Eerst gered nog door Daniel. Weer een belangrijke redding. Maar 0-2. En dat bezorgt ons toch een gerust gevoel. Om ook straks ook zelf in te grijpen. En die laatste minuten van de wedstrijd te gaan spelen. Ja, ja, nee. Sint-Truiden. We gaan onze eerste beker van dit seizoen nemen.
Of hadden we ook de Supercup al gewonnen? Ja, dat is niet echt een beker. Laat ons eerlijk zijn. Dat is meer een veredelde oefenmatch. Kan Sint-Truiden nog aandringen? Hebben nooit echt een kans gekregen. Nooit echt in de wedstrijd gezeten. 86e minuut, 87e minuut. Schrijvers, kan hij nog eentje maken voor Club? Het wordt 0-3, Jamie Vardy. Gemakkelijke overwinning. En we ook al een beetje geluk gehad met de tegenstander. Al is het wel zo, wie kan ons kloppen op dit moment? Dat is ook wel een beetje de vraag. Voilà, hier zien we ze nog eens in het echt. Dat is lang geleden. We doen dit enkel voor wedstrijden waarvan we een prijs kunnen binnenhalen, zodat we de ceremonie kunnen meenemen. In een kokend Koning Boudewijn stadion. Gaan we nog één minuutje spelen, maar met een 3-0 voorsprong is het zonder stress natuurlijk. De scheids mag voor mijn part affluiten en doet dat ook. Gaan we vieringen zien van de jongens, de supporters in een vol stadion. We zien Jamie Vardy één doelpunt opnieuw. Tevreden met opnieuw een prijs bij Club Brugge. Voor Sint-Truiden is het afdruipen. Wie is dit? Siebe Schrijvers mag ook nog een prijs vieren met de club waar hij vertrekt. We zien de wisselspelers, we zien Alderweireld. Mooie taferelen, we zien de ketelaren. Mignolet natuurlijk, die straks de beker in de lucht mag steken. De captain. En een Koning Boudewijn stadion dat tot een nok gevuld is. De Coupe Belgique. Het is eens een echte prijs deze keer. De vorige prijzen waren wat mislukt. Maar dit is wel een echte beker met een blauw lijntje, met een zwart lijntje. Het is dan ook blauw-zwart met Simon Mignolet die de beker mag in de lucht steken. Simon, doe het maar. Krijgen we vuurwerk te zien? Even de spanning en daar gaat die confetti vuurwerk. De beker van België is voor Club en daar gaan we niet langer bij stilstaan, want we hebben nog een titel te nemen. En we gaan het feest hier niet oneindig laten doorgaan. Even snel het interview na de wedstrijd is ook altijd leuk om even te verzorgen voor de pers. Even hen te woord staan. We zijn de winnaar van de beker. 0-3 overwinning van Sint-Truiden. Nooit echt een spannende wedstrijd geweest. Benieuwd wat de pers ons wel vragen. Sint-Truiden is een sterk team, maar dat jullie de finale met een voorsprong van 3 doelpunten hebben gewonnen is onvoorstelbaar. Waar kwam die overtuigende zege vandaan? We zijn niet te stoppen. Ruime overwinning. Had de wedstrijd vandaag anders kunnen uitlopen? De zege had ruimer gemoeten. En dan de laatste vraag. Hoe moeilijk was het om de defensieve opstelling van Sint-Truiden doorheen te komen? We hebben ons eigen spel gespeeld. Altijd de klappende handjes. Mijn tip om de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. We hebben ondertussen een managersbeoordeling van 89. We hebben onszelf toch opgewerkt bij deze club. We kregen een schamele €500.000 om die beker te winnen. En dan gaan we op naar de laatste wedstrijd van deze aflevering. Maar misschien ook niet slecht om even te kijken of dat we al weten tegen wie we moeten in de halve finale van de Champions League. Dus dat gaan we eerst doen. Weten we het? Ja, we weten het. Het is ongelooflijk. We gaan tegen Paris Saint-Germain spelen. In de volgende aflevering zitten Neymar en Mbappé daar nog. Di Maria, Verratti, dat ga je in de volgende aflevering te weten komen. Nu eerst nog de wedstrijd hier tegen Standaard. Charles de Ketelare heeft het gevoel dat hij goed wil het over zijn salaris hebben. Gaan we misschien ook nog vlug doen, want hem willen we toch zeker niet zien vertrekken. Heeft hij nog een contract lopende? De Ketelare, ik dacht van wel. Nee, nog 3 maanden op contract. Oké, dus daar moeten we wel echt een contractonderhandeling doen. We gaan het met Charles de Ketelaar zelf doen. Dit gaan we niet delegeren. Deze speler is belangrijk genoeg om even van onze tijd aan te spenderen. Laten we beginnen met de rol te bespreken. Heeft nu een... Ik heb het ergens gezien. Rol in ploeg. Is toch een belangrijke rol. Rotatie. Gaan we beginnen met rotatie. Elke week deel uitmaken van de kern. Wel een belangrijke rol. Oké, dat gaan we accepteren. Kunnen we het maar proberen. Contract duur. Contract verlengen voor 4 jaar. We gaan een tegenbod doen naar 3 jaar. Oké. 3 jaar vindt hij goed.
We hebben een afkoopclausule van 12 miljoen. We hebben niet de intentie om een afkoopclausule. Oké, okay, hij heeft meer vragen omdat hij geen afkoopclausule heeft. Oké. Okay. Zijn salaris verdient op dit moment. Dat vind ik zo ambetant. Oké, okay, we zien daar wel 11.500. We hebben nog redelijk wat salarisbudget over. Ik ga een voorstel doen van 20. Nee, van 18. En een tekenbonus van 40.000 euro. Heel benieuwd. Oké, okay, daar zijn we wel tevreden mee. Oké, okay, ik heb weer te veel gegeven waarschijnlijk. Een serieuze opslag voor Charlotte de Ketelaar. Maar zo blijft hij bij ons team. Dat is toch positief. Opnieuw een persconferentie. En dan gaan we de laatste wedstrijd tegen Standaard spelen. Lange aflevering vandaag met 3 uitgebreide wedstrijden. Alright, we zijn de eerste wedstrijd van de speeldag. Dus we weten voorlopig nog niet veel. Wat ik wel weet is dat we voor deze met ons B-team gaan spelen tegen Standaard. Dus dat is misschien een risico. Maar we moeten de spelers ook wel iets van rust geven voor de wedstrijd tegen PSG. Dus ons B-team, voor de mensen die het nog niet weten. Mignolet, Bataille, Alderweireld, Engels, Mendes, Mata, Promes, Rafa, Holzhauser, De Ketelaere, Benteke en Schrijvers. Standaard met Onkinet, Fay, Bopé, Laifis, Gavori, Amala, Shamir, Simirot, Bolivic, Oulari en Lestien, ex-Brugge natuurlijk. Benieuwd of we ook met dit elftal 3 punten kunnen nemen, want dat zou een uitstekend begin van de playoffs zijn en een 9 op 9 in deze aflevering. Daar gaan we toch voor. De Ketelaere kan niet zich doorzetten. Schrijvers zoekt Mata. Mata. Oh, Holzhauser op rechts. Voorzet, of is dat Bataille? Krijgt een rode kaart en een penalty. Siebe Schrijvers mag die geven. En een rode kaart voor Standaard meteen. Kom aan, Siebe, deze moet binnen. Ja, Siebe Schrijvers maakt er 0-1 van. Snelle goal na 10 minuten en een rode kaart voor Laifis. Deze kan toch niet meer mislopen. In alle eerlijkheid, als we de 0-2 maken, dan ga ik hem simuleren tot op het einde. Want ik zie echt wel niet gebeuren dat we hier tegen 10 man fouten zullen maken. Dus hopelijk snel een tweede doelpunt. En dan kunnen we over naar de matchen die belangrijk zijn. Namelijk de match tegen PSG. De volgende aflevering moeten we deze niet langer rekken dan nodig is. De Ketelaere komt dan meteen naar binnen en schiet hem prachtig in de verste hoek. Jongens, het is misschien een risico. Maar ik ga het toch doen. We gaan gewoon naar het eindresultaat. We winnen met 1-3 van Standaard. Schrijvers scoort nogmaals. Dus opnieuw 3 overwinningen deze aflevering. Come on! Jongens, wat een aflevering opnieuw. We winnen de beker van Magie tegen Sint-Truiden met 0-3. We winnen onze eerste 2 playoff-wedstrijden. Dus daar 6 op 6. En we zijn klaar voor de wedstrijd tegen PSG in de halve finales van de Champions League. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Ik kan jullie nu alvast zeggen dat de aflevering zondag online komt. Zal rond de 4 uur of 5 uur zijn eventueel. Dus houd zeker het kanaal in de gaten. Laat even een blauw duimpje omhoog mocht je de video leuk vinden. Abonneer op mijn kanaal moest je dat nog niet gedaan hebben. Want dan komt de video rechtstreeks in je overzicht. Zie ik je graag zondag terug voor alweer een spannende en levensbelangrijke aflevering. Tot dan. Bye bye. Ciao.